Toch krijg ik nog steeds, dag in dag uit, mails van mensen die boos zijn en teleurgesteld. Ze zijn en ze voelen zich gedupeerd door de staat. Te veel belasting betaald, maar het bonnetje is zoek. De overheid dient de burgers en de fiscus is daarvan een onderdeel, dat is althans de theorie. We vernemen echte signalen die het functioneren van de Belastingdienst ter discussie stellen en ik wil vandaag drie zaken daar uitlichten. De eerste is de problematiek rond box 3. Het herstel voor bezwaarmakers loopt volgens plan. Echter zitten de niet-bezwaarmakers nog altijd met de gebakken peren. Voorzitter, deze problematiek speelt al langer. Toch krijg ik nog steeds, dag in dag uit, mails van mensen die boos zijn en teleurgesteld. Ze zijn en ze voelen zich gedupeerd door de staat. Te veel belasting betaald, maar het bonnetje is zoek. De staatssecretaris zegt juridisch niet verplicht te zijn compenserende maatregelen te nemen. Daarbij wordt tevens verwezen naar het hoge prijskaartje van 7 miljard euro. Gerechtigheid is in dit geval kennelijk te duur. Twee vragen aan de staatssecretaris. Houdt de staatssecretaris de mogelijkheid open om in de toekomst alsnog compenserende maatregelen te nemen, ook wanneer er geen uitspraak volgt van de Hoge Raad die hem daartoe verplicht? Voorzitter, zijn niet-bezwaarmakers slachtoffers van een onbetrouwbare overheid? Hoe ziet de staatssecretaris dat zelf? Mijn tweede punt gaat over de complexe fiscale wet en regelgeving. Dit systeem van de Belastingdienst loopt vast. Onlangs berichtte de NRC, werd zo net beschreven door de heer Mulder als een onbetrouwbare krant, als ik het goed heb. Ik heb er zelf gewerkt, met veel plezier. Maar sinds ik weg ben gegaan, is het duidelijk achteruit gegaan dan, waarschijnlijk. Okay. Volgens de heer Mulder. Gaat u door, meneer Epping. Onlangs berichtte de NRC... Ik citeer, overheidsfinanciën in gevaar door sterk verouderde ICT van de Belastingdienst. ICT-systemen kunnen moeilijker gemoderniseerd worden in geval van complexe wetgeving. In de stand van de uitvoering 2022, die de Belastingdienst zelf heeft opgesteld, wordt dit ook bevestigd. En ik citeer, voorzitter, om een duurzame hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven bieden, moet de wet en regelgeving eenvoudiger, minder versnipperd en gemoderniseerd worden. Een eenvoudiger belastingstelsel maakt de Belastingdienst wendbaarder. Mijn fractie hamert steeds weer op het vereenvoudigen van het stelsel. Toch gebeurt er op dit moment onvoldoende. In de loop van 2023 komt de Belastingdienst met aanvullende onderzoeken die moeten leiden tot vereenvoudiging. De staatssecretaris haalt twee voorbeelden aan in zijn brief van 18 november. Het hanteren van een normhuur voor de huurtoeslag en de gratis kinderopvang. De normhuur is al van de baan en de gratis kinderopvang lijkt op dit moment uit te draaien op een fiasco door grote personeelstekorten en te weinig budget. Deze voorstellen zijn zwaar onvoldoende om de broodnodige vereenvoudiging te realiseren, want ze maken het juist moeilijker. Voorzitter, enkele vragen nog aan de staatssecretaris. Ziet de staatssecretaris in dat huidige voorstellen tot vereenvoudiging hun doel dreigen te missen? Ten tweede, heeft de staatssecretaris al aanvullende maatregelen in beeld om vereenvoudigingsoperaties alsnog te doen slagen? Ten derde erkent de staatssecretaris dat het vereenvoudigen van het systeem om verdere ICT, software, extra investeringen. En zo ja, kan hij aangeven waar mogelijke dekking te vinden is voor die investeringen. Tot slot, voorzitter, wil ik benadrukken dat een effectieve Belastingdienst aandacht moet besteden aan een gedegen uitvoeringstoets voor nieuwe wetgeving. Ooit hadden we de best presterende Belastingdienst ter wereld. Inmiddels is dat helaas anders. Te vaak is complexe regelgeving onuitvoerbaar gebleken. Ik verwelkom de toezegging van de staatssecretaris om de uitvoeringsaspecten transparanter te maken in de richting van de Kamer. En ik dank u zeer.